Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het woensdag. Vandaag moet ik weer naar de Vinnen. Dus ja. Verder weet ik niet zo heel veel te zeggen. Behalve dat ik weer met diezelfde chauffeur als van maandag mee moet. Dat gaat al wekenlang zo. En dat vind ik niet leuk. maar van mama moet ik het er toch mee doen. Nou ja. We zien wel. Tot zo. Zo. Een oproep voor mensen met hem. Ze. Nou ja. Ouders met een beperkt kind hier in Friesland. Als je taxivervoer zoekt, neem dan geen Daxma. Waarom vraag je je af? Dat zal ik uitleggen uit eigen ervaring. Ik had dus een vaste chauffeur toen we nog bij Klomp zaten. Toen Klomp failliet ging, ging die vaste chauffeur en ik naar Waaksma. Mijn vaste chauffeur kreeg toen een paar weken vakantie en toen moest ik met een andere chauffeur rijden. Maar na 3 weken bleek dat mijn vaste chauffeur op een andere route was gezet en dat die chauffeur die mij tijdens die vaste chauffeur vakantie reed, nu de vaste chauffeur was. Als autist kan ik heel slecht over veranderingen. De mensen om me heen zeggen dat ik ermee moet dealen. Ik vind dat heel moeilijk. In ieder geval, in het kort, kies geen Waaksma als taxivervoer. Want Waaksma is slecht. Ik hou nu even op met declameren, zodat ik even tot rust kan komen. Ik moet even wat digitale heroïne snuiven. Dat is een goede stressverminderaar. Zo, ik ga nu even aan het werk met Ambrosoft. Wat dat is, dat zal ik jullie nu laten zien. Ja, het scherm is een klein beetje licht. De zon schijnt er namelijk op. In ieder geval... Dit is waar ik nu naar sta. Rekenen en taalschool van Ambrosoft. Ik ga naar rekenen. Om het jullie te demonstreren. Nee. Dan ga ik nu naar geld rekenen. En dan zal ik een oefening tonen. Deze bijvoorbeeld. Nieuw spaarpot. Tuurlijk. De munt van 2 euro in de spaarpot. Klik op de munt van 2 euro. In deze oefening moet je allemaal munten en briefjes herkennen. Ik klik bijvoorbeeld op 2 euro. Klik op 20 cent. Dan gebeurt dat. Klik op 50 cent. Heel simpel. En dat moet ik nog zo'n 20 keer doen. Bij 10 vragen moet ik briefjes doen. Klik op 2 euro. Oké. Klik op 2 euro. Klik op 50 cent. Klik op 2 euro. Klik op 50 cent.
Dit is dus wat ik zo'n beetje 's morgens doe als ik de laptop mee heb naar de Vinnen. Nou goed, ik zie jullie zo weer. Zo, ik heb even besloten om een ommetje te maken om bij de Vinnen vandaan te zijn. Want ik ben er een klein beetje klaar mee. Waarom, vraag je je af? Daar wil ik niet over praten, maar in ieder geval, ik had het even gehad met de mensen op de Vinnen. Mr. Demon had hetzelfde. Dus daar zit ik hier nu even in een park, omringd door allemaal vliegjes, eenden, kraaien, weet ik veel. En het is heet. Als ik vanmiddag ga fietsen, moet ik me misschien even insmeren. Lijkt me wel verstandig. Verder heb ik niet zo heel veel te melden. Maar als ik nog wat te melden heb, dan laat ik het weten. Tot zo. Zo, ik zit er nu in de taxi naar huis. En dan ga ik thuis weer lekker mijn dingen doen. Dus, Rhino's, hoe gaat het nieuwe schooljaar voor jullie tot nu toe? Voor mij gaat het wel goed. Nou ja, ik ga natuurlijk niet echt naar school, want ik ga naar een dagbesteding. Maar oké, ik heb zo mijn schooljaar. Hele lange schooljaren. Als het goed of slecht gaat met jullie nieuwe schooljaar, laat het even weten in de reacties. Nee, ik vind dat altijd leuk om te weten. In ieder geval, wanneer ik thuis ben, dan zie ik jullie weer. Tot zo. Zo, ik sta hier op de Seniekstermerken, want vanaf morgenmiddag begint die. En we hebben ook allegorische optocht. Ik had dus eigenlijk morgen moeten gaan vloggen. Maar ja. Misschien dat ik nog wat filmpjes maak. Maar of ik die op mijn Facebookpagina kan krijgen, dat kan ik niet beloven. In ieder geval, ik sta nu voor de grijpkast, de kraam. Die is nu gesloten. Morgen gaat die open. Ik ga proberen mijn geluk te beproeven op de kermis. En ik zie wel of ik wat leuks kan winnen. In ieder geval, ik zie jullie later. Zo, daar was ik weer. Ik heb weer even wat nieuwtjes met jullie te delen. Ik ging vanmiddag even wandelen, dat wisten jullie wel. En onderweg terug naar de Vinnen keek ik even op Facebook. En ik zag dat ze een kampindeling voor de expeditie Roms van 2016 bekend hadden gemaakt. Ik was het met veel expeditie Roms van fans eens. Het was niet leuk. De verrassing is er dan wel af. Maar ja, aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Ik bedoel, er zijn van die mensen die bij RTL werken die zich gewoon niet stil kunnen houden. En dus maken ze het eerder bekend om te voorkomen dat het gaat uitlekken. Dus aan de ene kant begrijp ik het, maar het is aan de andere kant niet leuk. Plus, Chris Brown is gearresteerd nadat ze zijn huis 14 uur lang omsingeld was. Waarom is Chris Brown nu weer gearresteerd, vragen jullie af? Nou, omdat hij een vrouw zou hebben bedreigd met een pistool. En het is net wat die vrouw zei. Wat doe je als iemand een pistool in je gezicht richt? Dan bel je de politie. ze,
Ze mochten zijn huis niet binnengaan omdat je daar een bevel voor nodig hebt. Maar na 14 uur kwam Chris en Brown eindelijk naar buiten en werd hij gearresteerd. Vreemd genoeg zijn er beroemdheden zoals Bruno Mars of Hulk Hogan die achter Chris staan. Ik snap dat echt niet. Ik bedoel, er zijn daar genoeg beroemdheden van. Ik bedoel, die begaan hele grote fouten. Heel veel mensen haken van hem af. Maar er zijn ook nog genoeg mensen die hem zullen blijven steunen. Hij is eigenlijk net Donald Trump. In ieder geval, hierbij sluit ik de vlog af. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je gelijk op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.